Hallo allemaal! Hallo. Welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben weer gezellig met mijn lieve vriendin Coco. Ik heb er zoveel zin in. Ik had er ook echt heel veel, sowieso aan het eten. Maar ook weer om met jou te kletsen. Ja. Want ik vind het ook weer zo gezellig. Oké, maar we hebben al vaker video opgenomen. Ja. En daarin gaan we lekker alle vragen omtrent voeding, sport, lifestyle, alles beantwoorden. Want Coco is dus, misschien voor degene die het weten, sportdiëtist. Dus zij, ik heb al heel veel van haar mogen leren, maar hoe leuk als jullie ook allemaal van haar kunnen leren. Ja. En we hebben dus lekker eten besteld. Allemaal. Dit is echt zo, weet je, alsof je jarig bent. Ja. Oh my god, wat is dit? Dit is die shawarma, denk ik. Oh, wel. Dit is echt, zeg maar, als je in Amsterdam woont en je wil gewoon een voedzame maaltijd. Want je kan in principe alles eten, dat maakt ook niet uit. Maar we hadden even zin in iets wat echt vult. En hier zit zoveel groente in. En oh my god, ik zie koriander. Niet. Ja, ik zei nog. Of is het peterselie? Oké, ik denk dat het peterselie is. Ik had echt een mental breakdown. Oh, het ziet er echt zo jankert. Jankert. Oh, persoonlijk kaartje. En is het iets in? Ja. Daarom, ik dacht al, wat is dit? Oh my god. Hebben we een cadeautje erbij gekregen? Nou. Nee, dit is... Brokje brownie. Nou. Weet je, we gaan gewoon even raw. Peterselie. Peterselie is het, ja. We will survive. Ik vind koriander lekkerder dan peterselie. Oké, jongens, laat even weten. Ja. Voor mij smaakt koriander als zeep. Ik snap het wel. Ik heb het zelf ook eerst gehad, maar... Okay. Een grilled chicken bowl met sla, tzatziki, aubergine, kip dus, pickled onion, tomaat, komkommer. Mega. Dit heb jij erbij? Ja. Van die pepertjes. Jalapeno pepers zijn er, denk ik. Heerlijke flatbread. Dip van aubergine, dat is baba ganoush, als je het niet kent. Super lekker. Volgens mij zijn ze ook vers gemaakt. Dat is echt... En we hebben bloemkoolswarma. We hebben geen bestek, trouwens. Shit, die ga ik pakken. Oké, begin eerst even met één stukje aubergine. Ja, ik ga dat Die aubergine doen. Hier, jongens. Ik hou sowieso echt mega van aubergine. Nou, sorry, ik kan hier gewoon een hele bak van op. Zo lekker. Ik vind het gewoon Dit lekker. Is echt een vleesvervanger, een goede vleesvervanger. Maar ik eet dit liever dan fastfood. Ja. Ik maak geen grap. Dit is mega. Zo lekker. Oh. Ja, want de Mackie die boycotten we dus niet. Ja, nee, daar gaan we niet meer heen. Nee, daar gaan we niet meer heen. We hebben hier dus ook flatbread. Dat is altijd mega. Wat lekker wat bij die dipjes. Ja. Vraag. We gaan eerst even een vraag hebben. Eerst even een vraag. Ik ga dit even een beetje mee. We hebben echt heel veel vragen gekregen. Ja. Dus we kunnen sowieso niet alles beantwoorden. Maar dat komt wel goed. Hoe blijven jullie vol tijdens gezond eten? Hoe gezonder ik eet, hoe meer trek ik krijg. Dan is denk ik mijn eerste vraag, wat is voor jou gezond? Precies, ik wil echt net zeggen, want dat is heel vaak wat de perceptie mensen hebben van wat is gezond. Soms denken mensen ook bijvoorbeeld dat avocados heel gezond zijn, wat ook zo is. Ja. Maar een avocado is heel erg hoog in vetten en eigenlijk wil je je vooral focussen op vezels en eiwitten. Dat vult echt. En er zitten ook vezels in een avocado. En een avocado kan ook, dat is ook heel handig om aan te komen. Dat je er heel weinig van hoeft te eten om aan te komen. Maar voor jou kan gezond ook... Ga je dan alleen maar droge sla eten? Ja, dat is niet gezond. Want er zit geen voedingswaarde als jij alleen maar droge sla eet. En het is ook heel erg van, als jij heel eenzijdig eet. Als je alleen nog maar groenten gaat eten op een dag. Ja. Dat is ook niet gezond. Want daar zit je ook niet vol van. Want dan mis je ook weer heel veel voedingsstoffen. Dan mis je weer de vetten en de eiwitten. Ja, het gaat om de combinatie van bijvoorbeeld, je zit vol niet van alleen een avocado, niet van alleen een klein stukje kip of niet van een klein stukje brood. Maar het gaat wel werken als je bijvoorbeeld een volkoren boterham met vezels daaroverheen wat ei doet en avocado. Dan heb je dus alle componenten. Ja. En dat gaat je vullen. Dus ik zeg altijd tegen mensen die heel veel honger hebben tijdens het afvallen, focus je op vezels en eiwitten. Ja. En dat is dus echt volkoren producten, groente, fruit. En dan kan je denken, oh, misschien zitten in volkoren meer calorieën, maar uiteindelijk haal je er meer uit. Ja, omdat je er langer Je krijgt gewoon een verzadigd gevoel. Ja. Dus ga je niet nog meer craven naar nog een broodje. Mm-hmm. Of naar nog een cracker. Of naar... Mm-hmm. Ja, daar gaat het misschien mis. Ik weet natuurlijk niet. En ik denk dat je op TikTok bijvoorbeeld kan je echt super veel soorten gezonde snacks. Of weet ik veel vinden wat je dus tussendoor misschien kan eten. Ja. Ja, en gewoon dus echt ervoor zorgen dat je een volledige snack hebt. Dus ga niet... het kan bijvoorbeeld ook wel helpen. Dat is heel lekker. Het kan helpen als je bijvoorbeeld een appel wil eten. Dat je niet alleen een appel eet, maar dat je appel met wat yoghurt en noten eet. Ja.
Want dan heb je wat eiwitten en vetten en vezels die je toevoegt. Dat je wat langer vol zit. Ja. Dus probeer naar wat een compleet voedingsplan te kijken. En niet eenzijdig. Want dat gaat sowieso nooit lukken. Nee. En ook inderdaad, ga gewoon naar of een professional. Of kijk, ga goed op onderzoek uit. Want ja, wat is gezond? Ja. Dat is zo... Inderdaad. Ja, sorry. Voor sommige mensen vinden ook keto gezond. Ja. Nou ja, dan moet je mij echt niet bellen. En dat zou ik verschrikkelijk vinden. Nee. En jij bent sowieso niet van de diëten, toch? Nee. Zeg maar, een dieet werkt niet. En daarom is een dieet dus gemaakt voor een periode. En dat vind ik zeg maar storend. Want ik heb dan ook cliënten. En die zeggen dan van ja, ik heb een 12 weken droogtrainingprogramma gehad. Maar ja, dan heb je 12 weken af en dan. Nou. Dan kom je weer aan. Nou. Omdat het zeg maar gemaakt is om jou naar een bepaald gewicht te krijgen. Terwijl het is veel fijner om wel naar een doel toe te werken. Maar op een hele gezonde en gebalanceerde manier. Ja. Waardoor je dus het een levensstijl wordt. En dat je het aan kan houden. En dat je ook gewoon weet wat te doen. En niet dat je zeg maar alles schrapt. Nee. Waardoor je als je dan is het ook niet, dan is het ook niet leuk meer, weet je? Nee. Je moet eigenlijk inderdaad gewoon je levensstijl zo zien te krijgen dat je gebalanceerd eet en wat je dus volhoudt. Want anders is het leven toch ook niet meer leuk. Een keer uit eten hoort bij. Een keer lekker, weet ik veel, gewoon... Ja, maar we hadden het ook over. Ja. Gewoon een keer lekker pasta eten. Of een keer, niet dat pasta ongezond is, maar dat je naar een restaurant gaat en lekker de pasta neemt die je lekker vindt. En niet dat je denkt, oh, ik moet een stukje vis of vlees nemen, omdat daar minder koolhydraten in zitten of zo. Mm-hmm. Het gaat zo erg om de balans. Want als je jezelf zoveel dingen gaat ontzeggen, dan gaat het je ook heel erg tegenstaan. En dan voelt het ook echt iets als altijd als een straf. Terwijl gezond eten en afvallen en welk doel je ook hebt, kan op een hele plezierige, leuke manier. Ja, het kan op een leuke en een hele lekkere manier. Een gezonde manier. Ja. Oh, ik vind het zo lekker. Ja, ik ben ook helemaal aan het genieten. Niet normaal. I got you hooked. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou echt. Nu ga ik dan heel vaak naar craven. Mm-hmm. Dat weet ik nu al. Nou, pap. Wat zou je overdag eten als je 's avonds uit eten gaat? Hetzelfde wat je altijd doet. Ja. Dat is echt mijn grootste tip. Mensen. Oké, laat het even heel duidelijk zijn. Ja. Stop met compenseren. Ja. Stop ermee. Doe het niet. Want dat is waar het allemaal begint met het probleem. Ik zie het ook bij mijn cliënten van... En ik heb het zelf ook gedaan. Misschien herken jij het ook wel. Maar dan wist ik dat... En dan zeggen mensen wel van... Ja, ik eet wat minder over de dag heen. Want ik weet dat ik uit eten ga. Maar daarmee zorg je ervoor dat je met fucking veel honger uit eten gaat. En dan at ik eerst alle broodjes op van de hele tafel. En brood. En voorgerecht. En het hoofd. En toetje. En een toetje. En ook nog alle toetjes van alle anderen. Want mensen, die andere mensen die gewoon stoppen ze vol zitten. En ik dacht, nee, maar nu weet je wel, wil ik er alles van. This is the moment. Ja. Precies. Terwijl nu zorg ik ervoor dat ik zelfs nog wat eet voordat ik uit eten ga. Zodat ik niet met honger aankom. Want het is zo irritant als je met honger ergens aankomt. Nee. En dan gewoon al het brood gaat opvreten. Terwijl als je geen honger hebt als je uit eten gaat. En gewoon kiest waar je zin in hebt. Als je een pastaatje eet. Dan heb je het gegeten. Dan ben je gewoon content. Want je hebt niet die enorme craving naar meer. Omdat je gewoon de dag geleefd hebt als dat je normaal doet. En zo zorg je normaal ervoor... ga je toch ook gewoon avond eten. Ja, dus ga niet zeg maar. En kijk wat ik herken het heel erg. Want ik deed het zelf eerst ik deed het zelf ook. Dus ging uit eten. Nou, dan ging ik de hele dag één broodje eten of zo. Mm-hmm. En dan ging ik zoveel honger uit eten. Nou, maar dan had ik echt, dan had ik bij gewoon een eetbui. Ja. Ik had gewoon een eetbui. Ja. Maar dan kwam ik thuis, en was nog niet klaar, maar dan had ik nog steeds, zat ik in die zoete vibe en dan bla bla bla. En dan spreek ik echt toen ik 18 was of zo. Oh ja, waar ik me wel op focus als ik uit eten ga, de kans is groot dat ik vrij weinig vezels en groenten ga eten met de avondmaaltijd. Ja. Als ik uit eten ga, behalve als je dit eet. Ja. Wat ik dan doe, is dat ik dan wel zorg dat ik voor bij mijn lunch of bij mijn ontbijt gewoon extra groenten of fruit eet. En dat ik wat extra focus op soms ook eiwitten. Omdat ik er dan voor zorg dat ik in de avond niet hoef te denken, oh, ik moet nog mijn eiwitten binnenkrijgen. Nee. Weet je wel, dat ik gewoon denk van, ik heb sowieso... Dus ga meer nadenken over wat kan ik meer eten en eraan toevoegen. In plaats van... Dat het aanvult. Dat, ja, dan dat je er echt mee bezig bent. Maar gewoon op een positieve manier van, oh, ik wil genoeg groenten. Heb je dat al goed? Lekker. Ja? Maar wat is die gerookte smaak? Een soort geitenkaas. Huh? Maar ik haat geitenkaas, dus ik vind het niet heel lekker. Oh. Maar wat is die? Is dat geitenkaas wat erin zit? Maar dat kan toch helemaal niet? Oh nee, ik vind het heel vies. Eeuw. Maar dit is geen baba ganoush hoor. Nee. Godverdamme. Maar ik ben heel makkelijk met eten, maar geitenkaas... Dat is een hele heftige kaassmaak. Ja. Oh, smoky aubergine spread. Oh, normaal vind ik het heel lekker. Maar ik vind het heel erg naar geitenkaas smaken. Ja, het heeft een hele kaassmaak, maar ik ben echt de grootste kaasliefhebber. Ja, terwijl ik hou van kaas, maar geitenkaas is het enige wat ik lekker vind. Ja, het is een hele specifieke smaak. Dit is trouwens ook heel lekker. Maar eigenlijk is het gewoon geroosterde bloemkool. Oh ja. Wat is jullie mening over creatine? Nice.
Ja, ik gebruik hem nu ook weer. Ik heb een tijd gedaan, toen niet. Nu weer een paar weken wel. En ik merk gewoon echt oprecht verschil. Ik ben er dus echt al 3 maanden mee gestopt. Maar dat is gewoon omdat het echt even helemaal uit mijn routine is. Omdat ik even helemaal geen supplementen neem. Ja. Als in af en toe eierpoeder en dat soort dingen wel. Ik ben ook weer begonnen met vitamine D, dus jongens. Ja, ik ook. Goed zo. Winter komt eraan. Vitamine D. Ja. Dat vergeten heel vaak mensen. Creatine is een lichaams eigen stof. En om voldoende creatine binnen te krijgen via natuurlijke wijze, moet je echt meer dan 1 kilo vlees per dag eten. Mm. Dus het is niet te doen, maar ik raad het iedereen aan die aan krachtsport doet. Ja. Of aan intensieve, of waar je intensieve beweging moet maken. Want sommige mensen die alleen maar duursport doen, zoals hardlopen, echt als je alleen maar hardlopen moet, of alleen maar fietsen voor lange afstanden, dan heb je er niks aan. Het is meer explosief. Ja. Creatine helpt bij het aanmaken van korte inspanningen. En dat heb je dus bijvoorbeeld met krachttraining, want dan maak je ook een korte inspanning. Maar bijvoorbeeld ook met sprintjes trekken, of met andere, met highworks, dat geldt ook. Dat zou ik het sowieso aan, want het lichaam is eigen stof en het is letterlijk, je houdt meer vocht vast in je spieren, dus je ziet er ripped eruit. Het maakt het dus makkelijker om kracht op te bouwen. Ja. Het heeft letterlijk alleen maar voordelen. Ja. En de wetenschap is ook, het is het meest onderzochte product, supplement wat er is. En er is letterlijk nog nooit iets nadeligs of slecht over gevonden. Want heel veel mensen zeggen, ja, het is niet goed voor je huid, maar het is allemaal nee. Nou, ik vind het echt top. Mm-hmm. Top speel, ik neem het elke dag. Ja, ik ben geweldig. Ja. Iemand vroeg ook überhaupt om supplementen, dus vitamine D en weer. Verder slik ik eigenlijk, ja, Chill Solutions dan voor mijn haar. Oh, ja. Verder eigenlijk niks. Ik ook niet. Nou, ik slik vitamine D. Creatine wil ik mee beginnen. Ja, en dan supplementen als in eiwitpoeder. Ja, ja. Dat soort dingen. Eigenlijk zou ik ook niks anders aanraden. Nee? Alleen maar, het ligt er dus heel erg aan wat jouw eetpatroon is. En dan daarop, basis daarvan, kan je bepalen. Want als je bijvoorbeeld veganistisch bent, zou ik B12 aanraden. Maar als je vegetarisch bent, weer niet. Want dan eet je wel gewoon dierlijke producten. Ja. Als jij geen vette vis eet, dat moet ik misschien nog wel wat vaker doen, zou ik omega-3 aanraden. Mm. Omdat alleen maar als je 2 keer per week of 1 tot 2 keer per week vet vis eet, krijg je voldoende omega-3 binnen. Maar als je dat dus niet doet, dan zou je beter kunnen suppleren. Ja, maar het ligt ook heel erg aan je dieet. Ja, maar eigenlijk zijn heel veel dingen best wel overhyped. Zoals toch wel magnesium. Komt in veel onderzoeken uit dat het in ieder geval voor het herstel van spieren helemaal niet zoveel effect heeft. Oh. Op slaap is het weer een heel ander verhaal. Ja. Voor spieren blijkt het dus helemaal niet zo'n fantastisch supplementen zijn. En er bestaat ook geen magnesiumtekort in Nederland. Behalve als je heel ernstig ziek bent. Oh ja, dat is natuurlijk alles wordt in de marketing ook gegooid. En, Nou, even korte vraag tussendoor. Ja. Klopt het dat de voedingswaarde veranderen als eten bevroren was geweest? Beetje gek. Oh! Zin. Maar nee. Ook niet als je het in de magnetron doet. Ook niet als je bevriest. Alles blijft altijd hetzelfde. Maar wel als je blend, toch? Dan gebeurt er niks met de voedingswaarde als in de calorieën blijven hetzelfde. Oh ja. Alleen de vezels gaan kapot. Oh ja. Maar dat doet niks met de calorieën. Nee. Maar inderdaad, de samenstelling kan wel veranderen. Maar dat is alleen als je het blendt. Maar het is niet dat als je iets in de vriezer hebt gedaan, dat het ineens minder calorieën heeft of meer. Of ook niet als je het in de magnetron doet, dat het dan de voedingswaarde verdwijnt. Zeg maar wat erin. Kijk, het is zo, als jij je groenten te lang kookt, gaan letterlijk de vitamines in het water zitten. Ja. Daarom is het, als je soep maakt, blijven de vitamines erin. Ja. Omdat je wat je pureert, maak je ook weer, dat eet je op. Maar soms zijn er mensen die maken hun broccoli zo doodgekookt. Oh ja. Dan is alle vitamines zijn in het water gegaan. En dan blijft gaat het niks meer van over. Wat is jullie favoriete eten? Ik weet niet, hebben we het hier ook eerder gehad? Misschien wel, maar ik hou daarvan. Ik denk echt sushi. Ja? Ja, ik kan dat echt elke dag eten. En ik kan het echt voor lunch, ontbijt, diner. Ik kan het altijd eten. Ja. Ik vind dat zo lekker. Wow. Maar vooral die combi denk ik ook. Van, dat alles in één hapje. Ja. Gewoon, ik hou echt van een compleet hapje. Ja. Ik ben de laatste tijd ook echt mega fan geworden. Mm-hmm. Door mijn schoonzus. En zij is Chinees. Oh. Van die Aziatische keuken. En zij kan koken, jongens. Nah. Jij stuurt me wel eens dingen. En dan denk ik noodles echt en hotpots. Maar ook de Chinees dat wij kennen, dat is niet Chinees. Mm-mm. Zij kent dat niet eens. Niet te vergelijken. Maar ben erg. Ja, dat is heel raar. Mm-hmm. Maar hetzelfde met bijvoorbeeld zo'n taco. Zo'n hard shell taco. Dat is ook niet Mexicaans. Nee, de tacos zijn zacht. Hè? Ja, ze zijn gewoon een soort tortilla. Weet je wel, dat is gewoon een soort gewesterd. Ja, dat is eigenlijk echt zonde. Ja, hetzelfde dat je soms ergens een pizza gaat eten en dan is het Italiaans. En dan, dat is niet Italiaans, dat is reden. Nee, maar sushi, lekker. En dan nog wel specifieke sushi? Ja, ik ben de laatste een beetje gewoon van die simpele. Maar het moet gewoon dan echt heel vers zijn. Dat het gewoon echt smelt op je tong. Mm-hmm. En dan met avocado en zalm en of garnaal. En jou? Vind ik heel lastig. Ik denk toch wel echt de carpasta gaan. Ja? Ja. Maar ik ben als kind opgegroeid in de pasta. Ja. Letterlijk, mijn moeder heeft
borstvoeding gegeven in de opslag van de pasta in de restaurants in Italië. Geweldig. Maar als baby kreeg ik wel de pasta. Ja. Maar het is echt, het zit in mijn bloed. Ja. Mijn bloedgroep. Ja. En dan vooral gewoon echt het allerlekkerste. Cacio e pepe of gewoon een goede carbonara. Mm. Simpel, ja. Volvette producten. Gewoon vlees. Geweldig. Ja, ik hou ervan. En gewoon zo'n creamy. Ja. Nou, ik kan er niet. En dan parmezaanse kaas. Oh. Sorry, maar dan kan je me echt voor wakker maken. Maar in Italië kun je ook gewoon overal lekker eten. Ja. Het is gewoon bizar. We zijn zo goed. Gewoon, we zijn ook... Eten is gewoon echt heel belangrijk in de cultuur. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is ook gewoon, ja... Bij mij wat geleerd bij Nederlanders. Mijn ouders hebben een huis in Italië. En dan komt de buurman, dat is een boer... Die komt dan even langslopen met 3 zelfgebakken broden... Die hij even wil komen brengen. En hij heeft ook een eigen moestuin. En hij maakt ook eigen honing. Maar dat leven was Willink. En dan denk ik echt, wat fantastisch. Nou, sorry, maar hier spreken we niet eens. Nee, we kijken elkaar niet eens aan. Nee. Dan denk ik echt... Echt sad. Dus misschien wel leuk om te beantwoorden. Wat kun je het beste eten drinken tijdens een workout als je snel dizzy bent? Ik ben vroeger wel veel dizzy geweest, maar dat lag niet aan wat ik tijdens de workout had. Maar dat lag aan wat ik voor. Niet dus. Niet. Ja, letterlijk. Niks. Maar ik weet niet, heb jij dat wel eens ervaren dat je dizzy bent tijdens een workout? Nee. Niet snel. Nee, nog nooit? Ja, wel eens, maar omdat ik dan dus niet genoeg had gegeten. Maar dat denk ik dus met dit. Als je dizzy bent met het eten, moet je niet, of tijdens het sporten, moet je niet denken heel snel aan wat je moet eten tijdens het sporten. Maar als je eerder gaat kijken, wat eet je voor het sporten? Ja, en gewoon overal is je wel genoeg. Ja, want vaak ben je dizzy. Ik was vaak vroeger dizzy omdat ik te weinig koolhydraten had. Mm. En letterlijk koolhydraten zijn de energie die je gebruikt tijdens het sporten. Dus als je dizzy bent tijdens het sporten, zou ik zeggen neem koolhydraten. Dus neem een stuk fruit altijd mee in je tas. Neem een mueslireep mee. Neem eventueel het sportdrank als je langdurig sport. Maar goed, eet gewoon een goede maaltijd met veel koolhydraten van tevoren. En ik raad altijd mensen aan, als je het lastig vindt wat je moet eten, eet altijd gewoon een banaantje 40 minuten van tevoren. Dan zit je altijd goed. Dat is altijd goed. Eerder dat ik dan misselijk werd. Ja, nee, dat had ik ook wel hoor. Ik heb niet echt veel problemen daarmee gehad of zo. Terwijl ik echt vroeger ook wel eens echt op nuchtere maag sportte. Maar dat kwam dat toen, omdat ik eerst nooit ontbijtte. Gewoon heel mijn leven niet. Dus misschien was mijn lichaam er wel aan gewend. Maar dan was mijn workout wel echt, daar hadden we vanochtend nog over, veel minder compleet. Ja, en je zet een minder goede prestatie. Mm-hmm. Als je goed eet, dat is echt. Dat is ook echt de focus van sportvoeding. Als je focust op goed eten, krijg je goede prestatie. Als jouw doel altijd afvallen is en nooit een keer voldoende eten, dan zal je ook op een gegeven moment een plateau raken. Dan ga je geen kracht meer opbouwen, ga je geen spier meer opbouwen. Je lichaam heeft gewoon voeding nodig. Je kan best afvallen en spier bouwen tegelijkertijd. Maar ik zei ook al tegen Saar van, je kan niet altijd leven als een topsporter. Nee. En topsporter heeft ook high season en off season. En dat betekent dus ook dat je niet altijd moet afvallen. Nee. Zeg maar, ik hoor soms mensen die zijn al 5 jaar lang in een calorietekort. Dat is niet goed voor je lichaam. Op een gegeven moment is het ook een keer klaar. Ja, dan kan je gewoon ook een keer op maintenance gaan zitten, hard gaan trainen. Je metabolisme weer omhoog krijgen, omdat je meer spier krijgt en meer massa. En dus meer calorieën verbrandt in de rust. En dan kan je daarna weer in een licht calorietekort, wat dan alweer meer calorieën is wat je daarvoor had. Maar wat is dan ook bijvoorbeeld het verschil met sportdiëtist? Want het verschil tussen een diëtist en sportdiëtist? Ja, een diëtist en een sportdiëtist. Oké. Okay. Nou ja, je hebt natuurlijk ook een verschil tussen diëtist en geregistreerd diëtist. Ja. Makkelijk uitleggen. Ja. Je doet een studie van 4 jaar. Je hebt in die studie meerdere richtingen waar je op kan. 2 richtingen. Als je dat gaat doen zonder stage te lopen als diëtist, word je voedingsdeskundige. Maar als je echt klinisch stage gaat lopen in een diëtistenpraktijk, dan word je echt diëtist. Ja. En een diëtist is een beschermde titel, dus niet iedereen mag zich diëtist noemen. Als je geregistreerd diëtist bent, dan ben je ook echt ingeschreven bij het kwaliteitsregister van paramedici. En dat betekent dat je punten haalt elke 5 jaar om diëtist te mogen zijn. Dus ook geregistreerd diëtist te zijn. Ja. Die 5 jaar is voorbij en je staat niet meer geregistreerd. Dan ben je dus diëtist en niet meer geregistreerd diëtist. Als je geregistreerd diëtist bent, ben je eigenlijk nog een stapje hoger. Omdat je dus blijft ontwikkelen om die punten te halen. Dat ben ik. Oh. En dat komt dus omdat ik 2 post-HBO's opleiding heb gedaan. Ja. En 1 daarvan is de sportvoeding. En 1 daarvan is eetstoornissen. Ja. En daar haal je dus punten mee. Samen met intervisies doen. En met helpen bij stages van andere mensen. Ja. En diëtist is dus alleen de 4 jaar gedaan. En de sportdiëtist heeft dus nog een extra opleiding daarna gedaan. En dan mag je jezelf de sportdiëtist noemen. En dat is ook het verschil met... Een sportdiëtist is heel erg prestatiegericht ook. Ja. En dan ga je dus vooral focussen op van... Oké, jij wil een marathon rennen in die pace en lalala. Ja. Maar dan ga je dus ook heel erg naar suikerinname kijken. En ook naar snel opnemen.
opneembare koolhydraten. En dan ga je dus zeggen van, nou, dan moet jij dus 3 bagels met jam als ontbijt eten. Dus echt een vak apart. Ja. Ja, of als sporter, dan dat je echt een normaal voedingspatroon. Als iemand naar mij toe zou komen en die gaat misschien 2 keer in de week naar de sportschool, dan ga ik niet echt volledig vol op sport voeden. Dan zou ik zeggen, neem een banaantje voor het sporten. Als iemand echt heftig sporten, ga je meer kijken naar snel opneembare koolhydraten voor en na het sporten. Wat neem je eventueel nog tijdens het sporten wat? En anders zijn er gewoon de normale richtlijnen ook van wat extra eiwit. Dat doe je ook bij iemand die moet afvallen. Maar als iemand echt met een heftig sportdoel komt, dan is sportdiëtiek, dan moet je echt wielrenners die langer dan 4 uur of 3 uur gaan fietsen, die moeten tussen de 60 en 90 gram koolhydraten per uur eten op de fiets. Ja, en dan ga je dus echt met jelletjes, suikerdingen, stroopwafels. Je gaat met zoveel dingen werken, maar dat is niet per definitie gezond. Maar het is prestatiegericht. Ja. En omdat je ook die suikers dat was ook gebruikt. Echt een soort mindfuck in mijn hoofd. Dat snap ik. Van, je denkt ook met gezond eten. Maar gezond eten, of nou, noem je dat, gebalanceerd eten, weet ik veel. Ja. Zo anders als sportvoeding, zeg maar. Mm-hmm. Je denkt, oh, sportvoeding, dat is gezond of zo, weet je wel. Maar sportvoeding gaat helemaal niet om eiwitten. Ja, gaat ook om eiwitten, maar gaat veel meer ook om koolhydraten, suikers. Mm-hmm. En dat is in het oog dan ongezond. Mensen vergeten ook dat die suikers gebruik je. Ja. Dus die suikers sla je niet op. Die suikers veroorzaken ook geen bloedsuikerpiek. Omdat wanneer die suiker in je lichaam komt, dit meteen als energie wordt gebruikt. Ja. En dan kan je het zien als ongezond, omdat het zeg maar suiker is. En suiker is in, voor iemand die alleen maar achter hun bureau zitten, de hele dag niet bewegen, is suiker geen goede optie. Nee. Iedereen heeft suiker nodig voor zijn hersenen, want je hersenen werken letterlijk op suiker. Maar dan zou je het uit een andere bron willen halen. Dan haal je ook genoeg uit gewoon het normaal gebalanceerd eten. En dan ga je niet zeggen van, oké, eet jij maar 3 boterhammen met jam als ontbijt. Want dan ga je een enorme piek en daling in je bloedsuiker krijgen. Maar dat heb je niet, omdat je ze meteen gebruikt als je sport. Ja. Dus het is wel echt een hele letterlijk een andere tak van sport. Maar je kan het wel combineren. Je kan het wel zeker combineren, want sport is natuurlijk maar een deel op de dag. En je kan natuurlijk makkelijk zeggen van oké, mijn maaltijd in de ochtend als ik ga sporten, die is wat hoger in snelle koolhydraten en wat lager in vezels en vetten. Maar je hebt nog de hele dag. Dus ook als ik sporters begeleid, is het niet zo van oké, je hele dag staat alleen maar in suiker. Want je moet ook gewoon nog steeds gezonde voeding krijgen. Je moet alsnog je groentes binnenkrijgen. Ja. En je eiwitten. En precies. Ja. Wanneer mag je wel of niet snoepen? Hoe doen jullie dit als je ergens zin in hebt? Sowieso zeggen wij altijd van gewoon luister naar je lichaam. Dus je lichaam zegt eigenlijk dus dat je honger hebt. Want anders wil je niet snacken. Dus eigenlijk moet je ook eerder kijken. Natuurlijk snacken wij ook een snack of een dit of een dat. Maar als het te vaak wordt, dan eet je dus misschien of niet een genoeg ontbijt en lunch. Dat je te veel wil snacken tussendoor. Voedzamer ontbijt of lunch. En anders gewoon een lekker, ik neem altijd gewoon lekker een high protein snackje. Weet je, als ik dan snack, dan gaat hij lekker high in de protein. Ik eet denk ik wel 5 keer op een dag. Ik eet 3 maaltijden. Mijn lunch kan soms best wel weer wat kleiner zijn. Soms weer wat groter. Dus het verschilt dan soms in hoeveel snacks ik eet. Maar vaak eet ik wel 5 keer op een dag. En dat is dus dan 3 maaltijden, 2 snacks. Soms zelfs 3 snacks. Ja. Omdat dat werkt voor mij. Iedereen is anders. Ja. Iedereen heeft een andere opbouw van zijn voedingsmomenten. Als ik snack en ik merk dat ik heel erg zoete trek heb, dan ga ik niet. Want dat doe ik wel eens. En dan pak ik een handje kruidnoten. Maar na een handje kruidnoten heb ik nog steeds honger. Ja. Dus wat ik dan probeer te doen, is om de lekkere trek te verwerken in een volledige snack. Dus wat ik dan doe, is ik pak dan gewoon even een bakje kwark. Daar pleur ik wat van die kruidnoten in. Ja. En wat fruit en wat noten. Dan zit ik meteen vol. Want niemand gaat vol zitten van een stukje chocola. Sorry. Als je gewoon zin hebt in een stukje chocola, moet je dat vooral nemen. Maar je moet dat niet nemen als je denkt, ik moet nu wat eten. Als je wat wil eten en je doet als toetje een klein stukje chocola erbij, dat is perfect, want dan zit je vol. Maar heel veel mensen die zeggen van, ik zit nooit vol. Maar het komt omdat je, sorry, ik slijm. Die maken hun snack niet volledig, waardoor je maar door blijft snacken. En dat is omdat, chocola vult niet. Nee, een eindstand eet je veel meer aan calorieën of whatever, aan eten, dan dat je als je gewoon meteen een volledige snack had genomen, of een volledige maaltijd dat vult, dan had je gewoon dat. Maar omdat jij maar door blijft, en nog een handje, nog een chocolaatje, nog een koekje, nog een snoepje, nog een dit. Oh, even een plakje van dit. En dan zit je soms zo, totdat je het niet, dat je door hebt, aan zoveel. Al die kleine beetjes. Het vult niet, omdat het geen, dan komen we weer helemaal aan de vraag van begin, er zitten geen vezels en geen eiwitten in. En dat is de kern waarom iets vult. En ook gewoon,
zorg gewoon dat je maaltijden eet op een dag. Ja. Want als je de hele tijd een beetje van alles een beetje wat, dan zit je nooit echt vol. En dan, het kan bijvoorbeeld ook heel erg zo zijn dat als je bijvoorbeeld ook niet let op je vezels en eiwitten, waardoor je suikerpieken heel hoog zijn, dan heb je heel erg dalingen in je bloedsuiker. Ja. En dan krijg je dus ook weer heel erg zoete trek. Heel veel cravings. Ja. Ja, ik had dat toevallig vandaag. Mm-hmm. Was voor dat event, had ik natuurlijk in de ochtend die oats op. Nou, dat vult wel. Maar ik dacht, ja, ik wil eigenlijk toch wel iets eten. Dus ik dacht, nou, ik eet wel even een banaantje voor dit event. Dacht ik, nee. Want ik weet zeker dat ik daar weer meer honger krijg. Dus dat toch wel een beetje kwark erbij. Lekker flavor drops. Nou, heerlijk. En dan heb je toch wel gewoon meer dat je denkt, ik had niet zoveel zin op dat moment erin. Maar ik dacht wel, het gaat me wel meer helpen dan de dag heen. Ja, je hebt er wel profijt van. Ja. Maar soms kom je er ook achter, want ik heb dan ook dat ik denk, oh, ik neem even een stukje chocola. Maar dan merk ik dat ik dan toch denk, oh, nou, toch wel lekker. Nootjes en daar dat en dat. En kijk, het is dat ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Dat ik denk van, oké, ik ga nu dus nu even een goede snack voor mezelf maken. Maar vroeger toen ik dat niet deed, dat was heel lauw. En dacht ik, vond ik het raar dat ik honger had en zoveel trek had en dat het me maar niet lukte. Ja. Maar ik had gewoon niet genoeg. Nee. Dat is gewoon de conclusie. Je denkt, ik wil afvallen, dus ik moet minder eten. Mm-hmm. Je eet waarschijnlijk ongemerkt meer dan je denkt. Door die kleine snack dingetjes. Ja. Je moet dus gewoon slimmer gaan eten. Mm-hmm. Je moet gewoon slimmer gaan eten. Meer vezels, eiwitten, goede volledige maaltijd. Want als jij vol zit, hoef jij niet 10 koekjes. Nee. Dat hoef je gewoon niet. Als wij straks dit op hebben gegeten, dan zit ik vol. Nou. Dan ga ik niet snacken naar 10 koekjes. Want dat heeft je lichaam helemaal niet nodig. Daar vraagt het niet om. Ik heb wel altijd dat ik na het eten denk, oh, even iets zoeters. Dat. Ja. Een halve hap. Hap brownie. Maar dat is al genoeg, want dan doe je het voor het smaak. Het idee. En even om de smaak dat je denkt, oh lekker. Maar je bent erna dan ook klaar, want je hebt je lichaam gevoed. En mensen vergeten soms dat je lichaam echt moet voeden. Het is een benzine, het is een auto, het moet werken. Ja, het heeft gewoon echt brandstof nodig. Ja. We zien vaker en vaker in de media dat havermout niet gezond is. Wat is haar mening? Haar. Mag niet jouw mening. Oké, nou. Ik heb ook geen mening, want ik weet het niet. Nou, in ieder geval, wat ik weet is dat het goed is, maar... Ja, nou, ik hoor dit ook in de wandelgangen. In mijn mening, en ook de mening van heel veel wetenschappelijk onderzoek, en omdat het gewoon letterlijk een graan is er niks mis mee. Maar wat zeggen ze precies dat er niet goed aan is? Ja, het zou iets doen, een ontsteking veroorzaken in de darmwand. Het zou iets van ontstekingen veroorzaken in het lichaam. Het zou in ieder geval ergens niet goed voor zijn, omdat het een koolhydraat is. Omdat ik merk dat heel veel trends nu heel erg naar de whole foods gaan. Ja. En havermout bestond niet toen wij de oermens waren. Dus dat zou dan schadelijk voor ons zijn. Maar wij mensen, wij evolueren ook gewoon. Ja. Ik vind het wel meer van afwisseling is het allerbeste. Kijk, als jij de hele dag door havermout eet, nee, dat is niet goed. En ik ben er wel van mening havermelk niet goed is. Nee. En dat komt omdat als je havermout, en waarschijnlijk is dat misschien ook gebaseerd op al die verhalen die rondgaan. Als je havermout pureert, of in ieder geval verwerkt in de manier dat ze in havermelk doen, krijgt havermelk dus doordat het zo gepureerd en bewerkt is, hogere glycemische index dan suiker. En de glycemische index is eigenlijk een cijfer hoe hoog het suikergehalte is en wat dat voor een effect heeft op je bloedsuiker. En die van havermelk is volgens mij 128 en die van tafelsuiker, dus gewoon witte suiker, is 110. Dat betekent... Ook die ongezoete havermelk. Ja. Zo. Het is gewoon puur... Maar ik drink dus nu gewoon weer normale melk. Ja, dat is veel gewoon beter. Magere melk. Maar dat is het wat ook van... Wat magere melk? Het is ook, dat heeft ook weer een beetje twee aspecten. Kijk, als we naar de hormonen van een vrouw kijken en de hormonen van mensen, kunnen we beter gewoon hoe het op de wereld wordt gezet. Mm-hmm, en dat is gewoon melk zoals dat uit de koe komt. Kijk, als je wil afvallen, dan is volle melk heeft wel meer calorieën. Ja, ik eet ook magerkwark in plaats van volle kwark. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk volle kwark een veel minder bewerkt product is dan magerkwark. Ja. Alleen ik kies er bewust voor om uit andere onderdelen in mijn leven wat minder bewerkt te eten. Ja. Omdat magerkwark heeft wel weer meer eiwitten dan volle kwark. Ja. En dat is hetzelfde met bijvoorbeeld magere melk heeft minder calorieën en meer eiwitten dan volle melk. Maar het heeft ook veel minder smaak. En het is wel veel minder lekker. Ja. Dus ja, het is een beetje choose your battles. Zeg maar, ik vind het belangrijk dat ik makkelijk voldoende eiwitten binnenkrijg. Dus magerkwark is voor mij heel makkelijk. Ja. Maar ik heb in Italië heel vaak gewoon volle Griekse yoghurt gegeten. Ja. En daar ben ik ook helemaal oké mee. Ja. En ik weet ook wel dat ik daar verzadigd van ben en dat het ook goed is voor mijn hormonen. Ik probeer altijd een beetje te kiezen van waar word ik gelukkig van, wat vind ik lekker. Maar volvette producten, vroeger waren, in ieder geval op school was het ook heel erg van volvet, slecht, cholesterol. Ja. Maar daar komen ze ook steeds vaker op terug. Dat is wel ook echt achterhaald. Ja, mijn moeder zegt ook, toen ik al heel jong was, mm-hmm. je had alleen echte volle roomboter. Mm-hmm. Niet die margarine en al die bewerkte dingen. Nee, gewoon echte roomboter, volle melk. Zij is sowieso heel erg van die vollere, zij vindt light producten, vindt ze niks. Ja, dat is inderdaad wat je zegt. Maar als je ene keer weer voor dat light kiest en je hebt een doel afvallen, minder calorieën, heb je een punt. Maar eigenlijk zo clean mogelijk eten en zoveel mogelijk bij de basis is het allerbeste. Ja. Want ook mijn ouders zeiden ook tegen mij, wat ook natuurlijk weer heel leuk is, want
heel knap dat ze dat tegenwoordig kunnen. Maar ze zeiden van ja, we hebben kip gegeten. En het was kip van Valais of zo. Van die veganistische kip, whatever. Mm-hmm. En ze zeiden van ja, we proefden echt niet dat het nep was. En toen dacht ik wel van ja, maar dat is eigenlijk dus best wel eng. Ja. Want dat betekent dat er zoveel shit zo in zit. Ja. Dat het dus echt. En ik eet zelf ook wel eens vegetarisch gehakt. En ik vind het ook erbij horen. Maar ja, dat is ook weer een beetje van iets is zo bewerkt. Mm-hmm. Kan ook weer wat van zeggen. Ja. Ja, dus je kan eigenlijk van elk product wel wat zeggen. De basis is gewoon. Maar dat is echt. Dat gevoel heb ik ook. Ja. Als je alles onder de loep gooit, kan je er wel iets slechts over zeggen. Ja, ja. Met bijvoorbeeld havermout. Havermelk is misschien iets wat ik echt niet zou drinken. Of in ieder geval niet op dagelijks basis. Kijk, wij hadden vandaag op een gegeven moment ook even havermelk. Nou, het is niet dat ik het dan uit spuug en zeg. Nee. Maar ik vind het gewoon ook sowieso nu minder lekker. En ook gewoon dat ik weet dat het gaat niks goed voor me doen. Maar goed, het is gewoon dat je echt moet kijken van oké, wat vind ik belangrijk? Wat vind ik fijn? En ja, met havermout heb ik wel zoiets van, er zitten superveel vezels in. Er zitten eiwitten in. Ik zit er heel lang vol van. Ja, ik vind havermout gewoon. En het is heel fijn om te combineren met je sport. Precies. En het is gewoon een goede bron van koolhydraten met vezel. Het is gewoon echt een mooie bouwsteen. En als je het pureert tot een siroop, ja, dat vind ik een ander verhaal. Maar ik vind het een... Ja, als eerst havermout... Eerst vond ik elke dag havermout. Maar nee, ik heb haar helemaal gebrainwashed naar dat ze wat anders moet gaan drinken. Ah. Toen dronk ik sojamelk, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik ben even helemaal af van die plantaardige. Ik wil gewoon melk. Maar ik vind het dus wel zeg maar van... Uiteindelijk, dierlijke producten hebben een veel beter aminozuurprofiel. Aminozuurprofiel zijnde waar eiwitten uit bestaan. En er zitten gewoon veel meer essentiële aminozuren in dierlijke producten. Ja. En ik wil echt niet zeggen van... Jongens, ga allemaal dierlijk eten. Maar het is gewoon beter voor ons lichaam. Ja. En daarom is het wel gewoon... Probeer af te wisselen als in... Ik drink dan liever echte melk. Of yoghurt of whatever. Of vlees. En ik gebruik af en toe bonen in plaats van vlees bij mijn avondmaaltijd. Ja. En dan af en toe een keer vegan gehakt erbij of zo. Dan dat ik dus havermelk. Ja. En zo kan je allemaal alles een beetje proberen te compenseren. Ja. En dat het dus ook geen hoge voetdruk is voor de afdruk, waterafdruk, whatever, voor een voetdruk. Hebben we ooit geleerd met aardrijkskunde. Ja. Voetdruk voor de aarde, weet je wel. Want ik vind milieu ook gewoon heel belangrijk. Mm-hmm. Dus ik vind gewoon dat je daar een balans in moet vinden. Het is ook allemaal wat. En je hebt allemaal doelen die je wil halen. Ja. En dan moet je ook nog kijken naar wat het voor je lichaam het beste is. En dan moet je ook nog kijken voor het milieu. En ook nog kijken wat betaalbaar is. Ja. Het is echt een hele rocket science. Ja. Wat ik ook nog wilde zeggen is... Sowieso, net zoals met light en vol en dit. Ja. Alles wat te voor staat, is eigenlijk niet goed. Dus nee. Altijd te veel dit, te veel dat. En ook met te veel havermout. Weet je wel? Gewoon balans. Ja. Sla niet door. Het hoeft allemaal niet precies. De enige dingen die ik soms light koop of mager is vaak als het om zuivel gaat. Dus bijvoorbeeld light room in plaats van normale room. Niet dat dat per se dan gezonder is, maar dat het dan puur is voor eiwitten of calorieën. Ja. Maar vaak met chips, met pizza's, met pindakaas, met andere producten is het vaak allemaal bullshit. Ja. Dan nemen mensen soms een light pizza of een gezondere pizza of een gezondere chips. Kijk, tuurlijk, het kan misschien wat verschillen. Maar als je echt zin hebt in gewoon normale paprika chips, neem gewoon een normale paprika chips. Ja, die ene 10 calorieën minder. Een keer dat je jezelf lekker een bakje chips geeft, neem dan gewoon lekker die het allerlekkerste vindt. Ja. Ja, je hoeft ook maar niet elke dag chips te eten. En neem dan gewoon een gezond snack. Maar als je dan lekker die chips wil... Ja. Neem ervan. Tips om gemotiveerd te blijven. Ik begin en dan verpest ik het weer met ongezond eten. Juist wanneer je denkt, ik verpest het met ongezond eten. Moet je juist denken van, dan gaan we morgen weer lekker door. Want je hebt helemaal niks verpest. Je kan echt wel een keer zeg maar ongezond eten. En je moet gewoon dan een lifestyle creëren dat je denkt. En dat ga je niet binnen één dag krijgen. Dus juist gewoon daar weer de motivatie uit halen van, morgen weer een nieuwe dag. En we gaan gewoon weer lekker door met onze gezonde lifestyle. En dat is ook wel het woord verpest. Vind ik ook altijd heel naar. Ja. Want wat is verpest? Je hebt niks verpest. Nee. Maar het is pas verpest als je denkt dat je het verpest hebt en daardoor stopt. Ja, precies. Dan verpest je het pas echt. Kijk, en ik denk ook dat heel veel mensen te veel regels voor zichzelf hebben. Want eigenlijk, als je te veel regels hebt, is er te veel kans dat je dus een regel verbreekt. En dat voelt als verpest. En dat voelt als verpest. Dus wat ik ook altijd uitleg aan mijn cliënten is van... Schrap even die regels. En zorg gewoon voor een goede basis. En als je een keer gaat snacken zoet in de avond... Ga dan even naar waarom heb ik dit gedaan? Heb ik niet genoeg gegeten? Heb ik er dus een volledige snack van gemaakt? En als jij chocola, kruidnoten, whatever, noem het op, lekker vindt... Zorg dat je het dus blijft eten. Ja, neem het gewoon een keer. Portie. Eet ook zo vaak even lekker een koekje. Ja. Of in de avond. Of even lekker pepernootjes. Maar dan gewoon in een normale... Maar op een normale manier, dan doe ik dat misschien 1 of 2 keer in de week. Maar niet elke avond koekjes naar binnen werken en dit naar binnen. Maar als ik een keer op een avond op de bank zit... Ik heb echt zoveel zin in een kopje thee met een lekker koekje. Nou, girl, go do it. Maar
maak er niet een habit van. Dat je altijd... Ik zou gewoon zeggen van... Ik denk dat het een beetje, als ik dit zo hoor, alles of niet mindset is. Kijk gewoon naar wat is realistisch, wat is normaal. En ook van dat je hebt het niet verpest. Het beste is inderdaad om gewoon niet te compenseren. Niet de volgende dag weer niks gaan eten. En dan weer een eetbui hebben en la la la. Nee, de volgende dag dan hou je het dus in stand. Ja, je moet die cirkel doorbreken. Je kan niet op eten leven. Dat kan niet. Nee. Dus je kan denken, oh, nou, morgen ga ik dan niks meer eten. En dan heb ik het weer goed gedaan. Maar dan ga je weer op hetzelfde punt komen dat je ongezond wil eten. Want je moet gewoon eten. Period. Period, Queen Slay. Is leuk. Een eetbui na het intensieve sporten. Tips. Meer eten. En alles... Meer eten. Dat is letterlijk de conclusie van zoveel dingen. Wat ik zeg maar echt heb geleerd de afgelopen tijd. Is dat je gewoon echt, als je wil afvallen. En het klinkt zo raar, meer moet eten. Maar niet in de zin van, ik ga nu alles eten wat los en vast zit. Want ik moet meer eten. Maar dat je dus echt goed gaat kijken naar goed vullende, vezelrijke, eiwitrijke dingen. Wat vult. Je mag vol zitten. Je mag gevuld zijn. Je hebt het nodig. En dan ga je niet, je gaat echt, ik ben I'm living proof. Ik heb zo weinig cravings en momenten dat ik dit wil en dat. Soms had ik echt, zoveel zin in McDonald's en in dit en in dat. En ik had echt, nou al gaf je me alles, ik zou het willen. Ik heb het gewoon niet meer. Mm-mm. Ik heb het gewoon echt niet, want ik geef mezelf gewoon het eten wat mijn lichaam nodig heeft. Ja, en het is verschillend natuurlijk per persoon. Ik sport nu heel veel, dus eet ik daar ook meer naar. En ik heb dan ook gelukkig mensen om me heen die... daar verstand van hebben en die je dan ook zeggen... oh, je kan echt wel wat meer eten. Maar ik snap ook heel snel als dat je dat niet... want het is een soort eng. Het is een heel eng idee dat je denkt... oh, moet ik meer gaan eten. Het is ook eigenlijk wel dus een teken van je lichaam... als jij een eetbui hebt na het sporten... Ja. Dat jij gewoon niet genoeg eet. Dat is gewoon de conclusie. Eigenlijk als je... echt alleen maar naar je lichaam luistert, vertelt het alles. Ja, dat betekent dus meer eten. Dan is het niet meteen meer eten als in alleen maar McDonald's of dat soort dingen. Maar ook volume eten, maar ook gewoon echt eten naar een sporter. Ja. Sorry, maar topsporters eten soms wel 4000 calorieën als het niet meer is. Omdat je vraagt tering veel van je. Nou, dit is al meer dan 4000 calorieën. Er zijn echt wielrenners die moeten wel 8000 calorieën op een dag eten. Bizar. Maar je beseft je niet dat een lichaam is een werkend organisme. Dat daar moet fuel in gaan. Wil je verwachten dat daar een goede... uitkomst het komt. En jouw lichaam verbrandt ook al calorieën door überhaupt je hart te leven. Dat zie je ook als mensen bijvoorbeeld echt een eetstoornis krijgen. Dat hun vitale functies vallen uit. Haar valt uit. Je kan niet meer ongesteld worden. Dat zijn gewoon dingen wat je lichaam zoveel energie kost dat ze gewoon zeggen, we stoppen ermee. Want we hebben die energiebron gewoon letterlijk niet. Nee. Dus het laat gewoon echt zien van je hebt echt om te kunnen leven. Het kan een heel eng idee zijn, maar... Samengevat, als je na de sporten eetbuien hebt, meer eten gedurende de dag. Meer eten voor je training. Desnoods eventueel een appeltje tijdens je training. Ja. Als je een lange intensieve training hebt. En als je dus nog niks hebt gegeten die dag. En je hebt een zieke eetbui. Pak echt een lekkere kom havermout. Ga nemen lekker een hele voedende lunch of whatever. Ga niet uitstellen. Of ga niet, als jij dus honger hebt. En je denkt, ja maar ik wacht nog tot het avondeten. En je hebt gewoon nog niet genoeg gegeten. Dat je denkt, oh maar ik neem wel even een crackertje. En dan neem ik wel even een soepstengel. En dan neem ik wel dit. En dan uiteindelijk neem je alsnog dat stuk taart. En die drie bakken dit. Want dan ga je eerst je gezonde snacks eten. Ja. Dus een ditje of een natje. Dan denk je, niet wat ik wil. Nog steeds niet wat ik wil. Nee. En hij is nog craven. Ja, en het is eigenlijk zo... Het is eigenlijk allemaal zo, zeg maar... Kijk, nou, één ding. Ik heb er zelf ook in gezeten. En dat is het, je valt weer in het nieuwe. Maar daarom is het zo belangrijk om die cirkel te doorbreken. En gewoon genoeg te gaan eten. Ja. Want genoeg eten is voor iedereen... Die of het nou een eetbui is met sport of nou een eetbui is gewoon normaal. Het is voor iedereen beter om gewoon consistent voldoende te eten. En dan zal je zien dat je energie hebt voor dingen. Dat je ineens plezier hebt in het leven. Dat je ineens denkt, oh, ik moet niet om 5 uur een dutje doen. Want ik heb gewoon nog genoeg energie dat ik voldoende heb gegeten. Ja. En dat gun ik ook gewoon echt iedereen. Same. Gewoon echt. Ik gun iedereen om gewoon lekker in hun lichaam te voelen. Ja. En in dat energie te zijn. En ook alsjeblieft, dat is ook echt iets... Wat ik heb geleerd en wat ik nog steeds helaas soms zie om me heen. Maar stop met jezelf vergelijken. Ja, dat sowieso. Stop ermee. Elk lichaam is sowieso anders. Elk lichaam is anders. En ook niet altijd alles wat je op internet ziet is de waarheid. Zeg maar, er zijn zoveel mensen die What I Eat in Days delen. Die misschien de helft eten. En wat is ook één dag?
Zeg maar, de ene dag eet je ook weer veel minder als de andere dag. Ja. En dat heeft 101 omstandigheden waardoor dat komt. Je verdient het om genoeg te eten. En laat het dan niet. En ook niet, mijn vriendin, die heeft geen honger meer. Dus die neemt dat tussendoortje niet. Nou, dan neem ik hem ook niet. Nee. Je weet niet wat zij de rest van de dag En omring je ook gewoon met mensen die daar dus ook niet mee bezig zijn. Als in, ik heb wel eens gehad dat ik dan mensen om me heen had die dan... Oh, ga je nu weer eten? Zou je dat wel doen? Ja. Ik heb honger, dus ik ga lekker eten. Dus zorg ook gewoon voor dat jouw omgeving mensen zijn. En ja, stop met jezelf vergelijken. Want dat gaat je echt niet verder brengen. En je zal zien, als jij lekker eet en geniet... Zeg maar, sorry, maar wij gaan gewoon de dag door. Ja. En we eten wanneer we zin hebben. Als ik wat wil eten, ja, dan bestel ik wat eten. Ja, als jij niet hoeft, ja, dan moet je dat ook echt zeker niet doen. Nee. Ik ga je echt totaal niet dwingen om ook wat te nemen. Het is nooit dat ik jou ervoor zou... En ik denk dus... We sporten veel. Ja. En soms sport jij meer op een dag. Dan zou je wat meer honger hebben. Dan denk ik. We zijn allemaal. We vergelijken elkaar niet. Want we zijn anders. Ja. Maar we supporten elkaar wel. In de keuzes die we maken. Ja. Ik zag ook een ding. En hoe ga je dan om met emotie eten? Want dat is natuurlijk weer een ander ding. Zeg maar. Want eigenlijk als je naar je lichaam luistert. Vertelt het gewoon wat het nodig heeft. Ja. Maar als je dus altijd te weinig eet. Ga je cravings krijgen. Omdat je dus je lichaam niet genoeg eet. Maar als je dus emotie eet. Dan... is natuurlijk weer een ander verhaal. Dan zou ik niet zeggen, ga nog meer eten. Nee, met emotie eten, dan gaan we even naar een psychologisch dan luister je dan ga je eigenlijk zo niet meer naar je lichaam luisteren, maar naar je emotie. Precies. En emotie eten is eigenlijk het gevaarlijkste wat er is, omdat je laat je emoties heel erg leiden naar wat je in je mond stopt. En dat is eigenlijk nooit goed, want je moet je lichaam niet op een bepaalde emotie voeden. Als in, jij mag altijd eten. Niet alleen dat je verdrietig bent, of niet alleen als je dit, nee. Jouw lichaam heeft voeding nodig. Maar het is vaak ook dat je ziet dat je verdrietig bent, dat het echt comfortvoed is. Dus heel veel chocola of fastfood of dat soort dingen. Maar dat gaat misschien een hele korte dopamine geven. Maar dat gaat niks oplossen. Dus wat ik mijn cliënten altijd meegeef als zij iets van emotie eten hebben, om zeg maar een plan B te maken. Dus plan A is altijd naar eten grijpen. Maar dus een plan B voor jezelf hebben. Dus als je weer in dat patroon komt van wat ga ik dan doen? Nou, en dan kan je echt met de stomste dingen ooit komen. Ga eens kijken of je een nieuwe hobby kan maken. Van bijvoorbeeld, voor sommige mensen kan schilderen of kleuren heel erg rustgevend werken. Of ga even naar buiten. Ga een rondje lopen met een podcast. Zeg maar, zorg dat je jezelf even gaat afleiden en een nieuw patroon voor jezelf gaat creëren in plaats van telkens maar dat eten pakken. Ja. Het is ook goed. Maak een lekker theetje voor jezelf. Koop lekkere smaakjes. Ga even probeer jezelf af te leiden van dat gevoel van ik moet nu. Want eigenlijk is het een chase van dopamine. Van ik moet me goed voelen. Ik moet me even chill of blij voelen. Denk je dan. Ga dat op een natuurlijke manier zoeken. Dus koop bloemen voor jezelf. Ga een lekker matchaatje halen. Dat is dan misschien wel weer food related. Ja. Maar probeer eens iets te zoeken dat je gewoon jezelf bezig houdt. Ja. Je hebt maar één leven. Ja. Je maakt er wat moois van. Af en toe een zak chips op de bank eten. Dat gebeurt iedereen wel eens. Maar ik was echt helemaal in mijn womanhood. Maar goed. Dus, conclusie. Nou, dat je jezelf... Emotie eten. Ja. Dus dat je jezelf ga een dagboek bijhouden. Ga kijken wanneer heb ik die emoties. En ga dan kijken van, wat zou we nog meer gelukkig kunnen maken? Ga nieuwe linkjes in je hoofd aanleggen. Want nu denk je alleen, ik word gelukkig van eten. Maar je wordt niet alleen... Tuurlijk, maar je hebt ook 101 andere dingen waar je gelukkig van. Het is oké als je het niet allemaal kan. Of het nou een psycholoog is, of het nou een diëtist is, of het nou een coach maakt is. Maakt niet uit wat voor jou helpt. Nee, probeer te kijken of het je lukt. Maar het is echt niet... Je hoeft je niet als gefaald te voelen als het jezelf niet lukt. Nee. Het is heel krachtig als jij van jezelf kan erkennen van dit lukt mij gewoon niet alleen. Nee. Wat heel logisch is. Ja. De een lukt het wel, de ander lukt het niet. En als jij dat van jezelf kan zien van op dit vlak lukt het mij niet. Dan is het alleen maar heel mooi als jij bij jezelf denkt. Ik heb gun mezelf respect voor. Om hulp eigenlijk te zoeken. Iedereen naar een psycholoog moet gaan. Ja, lijkt me heerlijk. Ik denk dat er heel veel mensen die naar een psycholoog moeten gaan die niet doen. Ja. Wij weten er wel in. En wij worden door traumatized. Ja, letterlijk. Omdat jij de shit op horen. Ik moet naar de psycholoog omdat jij niet gaat. Dus mijn probleem. Wij zouden nog wel 3 uur kunnen zitten. Ik vind het ook echt zo interessant om dit allemaal te horen. Ik vind het ook zo leuk dat Saar ook zo geïnteresseerd is. Maar ook omdat het is nu ook jouw leven. Ja. Deze gaan we nog even taste testen. Even wel. Brownie om hem mee af te sluiten. Nou, cheers. Heel lekker brownietje. Mm-hmm. Nou, ik niet willen missen. Nee. Ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben gehad. En dat jullie het ook leuk vonden en gezellig. Vond het zo leuk. Okay. Echt heel gezellig. Je kan Coco zeker trouwens ook volgen op Instagram, TikTok. Let me know. Of let us know. Wanneer we weer volgende moeten doen. Ja, inderdaad. Dankjewel. En doei. Tot snel. Doei.